Voor Antwerpen? Ik denk, groter kan het niet zijn, want ik denk niet dat er in Antwerpen, in België of mondiaal een kunstenaar is die een object op de maan heeft staan. Maar hij heeft nog meer kunstwerken, hè? Hij heeft nog meer kunstwerken. Hij heeft zelfs op deze leeftijd, gezegende leeftijd van 96 jaar, een nieuwe collectie gemaakt. En deze komt in oktober, vanaf 23 oktober, in WM Gallery. Het zijn allemaal abstracte werken, heel hedendaags. En dan zie je dat hij zeer jong van geest is. En die kunstwerken zijn nog nooit vertoond? Die kunstwerken zijn nog nooit nergens vertoond. En die worden voor de eerste maal in WM Gallery getoond. Samen uiteraard met de Man in Space, waar wij de exclusiviteit voor hebben. WM Gallery is een gereputeerde galerij. Je hebt al heel wat bekende kunstenaars over de vloer gehad. Onder andere, wij zijn al meer dan 10 jaar dat wij werken met Delphine de Saxe-Coburg momenteel. En we hebben Paul Marat, de privécollectie, ook een Antwerpenaar, een grote Antwerpenaar. Heel de collectie van Gordus mogen tentoonstellen en verkopen. En er zijn nog heel veel, zoals Thierry Bosquet, Thierry Poncelet en anderen. Kunst en Antwerpen, dat gaat samen. Zijn er nog goede Antwerpse kunstenaars? Er zijn heel veel goede kunstenaars en eigenlijk zouden die zich allemaal mogen aanmelden, want ik zou ze allemaal willen tentoonstellen.